Als de looptijd van je contract met een vaste prijs nog niet is verstreken, dan mag dat absoluut niet. Als de looptijd bijna is verstreken, dan zal een leverancier jou bij een hernieuwing van het contract 2 maanden voor afloop van je huidige overeenkomst een nieuw voorstel sturen. Hij moet duidelijk aangeven waarin de voorwaarden verschillen van je huidige contract. Reageer je niet, dan moet je leverancier je blijven beleveren tegen het goedkoopste equivalent product dat hij op dat moment aanbiedt. In principe zou dat dus een vast tariefplan moeten zijn. Alleen bieden verschillende leveranciers vandaag geen vaste tarieven meer aan. En als klant heb je dan weinig andere keuze. Het is wel cruciaal dat jouw leverancier je duidelijk informeert als hij jou omzet naar een variabel contract.